In de tweede minuut van de eerste ronde komen we erin. Wanneer de vijfde partij bezig is, Isa Adamou uit Leeuwarden van de boksvereniging Frisia. Bokst tegen de met 39 overwinningen in zijn boksboekje staande Taskin uit Münster, Duitsland. Isa, al vanaf het eerste minuut in deze bokspartij behoorlijk fel boksend. En zijn tegenstander behoorlijk vastzettend in de hoek. Hier krijgt u een waarschuwing voor boven op het hoofd slaan. En dat mag nog een keer niet. Je moet vol op het gezicht of op het lichaam. En op het lichaam, dat probeert hij behoorlijk. Goed het lucht uit dat lichaam proberen te stoten. Deze bijvoorbeeld op de mild. En dat doet pijn. Dat haalt heel veel lucht uit een tegenstander vandaan. De eerste ronde was eigenlijk goed in punten voor Isa. Hij stond er ook ver voor in de eerste ronde. Hij kreeg de partij eigenlijk nog niet helemaal onder controle, want iedere keer weer wist deze Duitser uit zijn hoek te komen. Isa kon hem niet helemaal vastzetten. De tweede ronde dan, behoorlijk gerust eventjes. Isa toch weer proberen te zoeken naar die opening. De Duitser wist eigenlijk niet meer hoe hij zijn opponent moest pareren. 22 seconden ver in deze ronde komt dan opeens de handdoek in de ring. Op het moment dat de Duitser heel erg moe gaat worden, zegt Isa, nu ben je voor mij. Maar dat zag de Duitse trainer en daar moet je moed voor hebben. Zo wist dan de scheidsrechter naar opgave. En we luisteren mee met de speaker. Winnaar door opgave in de tweede ronde, Isa Adamou. Juist, en dat vindt het Leeuwarden publiek heerlijk natuurlijk. Een winnaar op eigen bodem, daar in het Kalverdijkje. En deze jongen, die gaan we volgen, ook met veldtocht binnenkort bij Mercurius Televisie.